Op 16 juni 1719 gaf de graaf van Megen de zusters Clarissen de grond voor hun klooster in erfpacht. Grond waarop vroeger het kasteel van de heren van Megen had gestaan. Dat kasteel was in 1581 verwoest. Tussen 1720 en 1723 verrees het Sint-Josefsbergklooster, waarbij men het oude muurwerk en de keldergewelven van het verwoeste kasteel gebruikte. Ook de omgrachting bleef grotendeels intact. De Clarissen zijn slotzusters, een zeer beschouwende orde. Tot omstreeks 1975 was er geen direct contact met de buitenwereld. Leveranciers zetten de bestellingen in een soort draaideur. Het geld kwam omgaand retour. Als een man toch in het klooster moest zijn, bijvoorbeeld voor een reparatie, ging een zuster met een bel hem voor. Sinds 1756 verdienen de kloosterlingen hun geld met het bakken van hosties. In 2018 raakten de zusters in een identiteitscrisis. Ze moesten op zoek naar een nieuw verdienmodel voor hun klooster. De gemeente en de provincie hebben hen, met het tekenen van een intentieovereenkomst, de helpende hand toegestoken.